Van harte goedemorgen en welkom bij deze live uitzending vanuit Forselandia. De heren vanuit Nikeri, de boeren, de rijstboeren, die zijn dus dan weer in Paramaribo. 4 weken terug waren ze bij de president voor een oplossing wanneer het gaat om de compensatie die ze moeten krijgen. Na 4 weken zijn ze dus dan weer hier, omdat er nog steeds geen oplossing is. En ze hebben hun compensatie nog niet gehad. Wat er allemaal aan de hand is, moeten wij dus dan vernemen van deze heren. Er zijn ook corruptieve zaken die geïdentificeerd zijn. Mensen die dus dan... Geen mes hebben gehad, maar hun naam staan dus dan ook gewoon op de lijst van mensen die wel hebben gehad. Weet je, allemaal corruptieve zaken die geconstateerd zijn. In deze uitzending zullen wij dus dan met de heren praten erover en kijken wat wij eruit kunnen halen. Waar beginnen we? Altijd bij Boetjoe, hè? Meneer Boetjoe, vaka. Rustig. Gerald, je snel, joh. Ik zei informatie dat u door de Jacoba. Ik zal je vatten. Maar jullie zijn weer hier. Ja, we zijn hier bij de president. We hadden een schrijven gestuurd via de DC naar de president dat we een gesprek vandaag wilden hebben. En de president heeft toen gezegd dat hij vandaag ons gaat ontvangen om 10 uur. Dus we zijn nu hier. Ja, maar na 4 weken, want jullie waren al hier, toch? Ja, we waren 5 augustus al hier. En toen was er een commissie gemaakt van 10 personen. En we moesten even na gaan kijken. Hoe de zaken in elkaar waren, toch? En dus toen had de president ons gevraagd om alles... we zijn nu bezig in een onderhandelingsfase waar we met onze actie moesten even stoppen. En totdat wij niet tot een conclusie zouden komen. En wat is gaan blijken is dat wij in die onderhandelingsfase... wij alles hebben, onze actie plat hebben gelegd. We waren gaan onderzoeken. We hebben met de directeur, tussentijd met de minister, de DC. En er was toen een werkgroep samengesteld. En verbaast mij dat wij hebben alles gefinaliseerd. Ja. En uiteindelijk horen we, en we hebben die stukken gestuurd naar Paramaribo. En uiteindelijk heb ik gezien dat de minister is bezig is mes te verdelen. Ja. Je kan geen zaken, we zijn bezig in een onderhandelingsfase. En u weet het, Gerald, toen de president hier was. Mm. En zegt, luister, pa die boeren, sapkoi ke paisa deide, pai alamang uit. Dat nog een probleem doen voor mes, nog een probleem doen voor niks. Dus nu hebben we onze werk 3 weken lang, Gerald, hebben we onze werk gedaan. Ondanks de president de opdracht heeft gegeven aan de minister om ons de data te geven. Van elk polder, want we hebben 5 resorten, Wageningen, Heenaar, Paradijs, Nieuw-Nikeri en Westelijk polder. Gelooft u me dat we tot heden dat lijst niet hebben ontvangen? Per resort, per polder, niet. We hebben wel een data ontvangen waar alles in één is. Maar we hebben deskundigen. Want de minister zegt, we moeten goed georganiseerd, mensen moeten scholen. We hebben allemaal geschoolde mensen hier. Ja. Dus we hebben zelf onze onderzoekingen gedaan. En uiteindelijk hebben we vernomen van de minister, dat was afgelopen woensdag denk ik in een RVM, dat de minister is gaan zeggen dat er 28.000 hectare met de grote landbouwers, waar wij over de grote landbouwers niet hebben gesproken. Want als u naar de minister, goed luistert naar de minister van LVV, eerste keer praat hij over 36.000, daarna 34.000, daarna Amstar nu is het verschenen 30.000 en nu praat hij in een RVM met grote landbouwer 28.000. Yeah. Gerald, vraag, zeg mij eerlijk, wie praat nonsens? Wie is aan het dementeren? Wie is aan het gek worden? En tussendoor, wat heeft deze minister gedaan? Mensen die gerommeld hebben, mensen die niet hadden gezaaid. Juist die mensen zijn met de mest vandoor gegaan. En de mensen die geld nodig hebben, die hebben nog geen geld. En we zijn al 4 weken verder. Dus concreet, we zijn vandaag bij de president gekomen om te vragen. U heeft gezegd, u heeft ons beloofd dat de 70 miljoen vrij is. Toch? Er is ergens geparkeerd. Wij hebben alles gefinaliseerd. Wanneer worden de gelden gestort op de rekening van de boeren? Ik vraag me af of de minister niet het probleem is in het geheel. Ik denk dat het probleem is. Waarschijnlijk heeft hij geen kaas gegeten van het landbouw. Maar communiceert hij ook niet met de... Hij,
hij communiceert, maar hij communiceert met zijn groepje. Toch? De groep mensen die ja-knikkers zijn. Met die mensen communiceert hij. Okay. Ik zie dat we op groepen jullie moeten naar binnen, no? Ja. Ik ga samen met jullie lopen. Natuurlijk ga ik niet zo ver kunnen gaan. Ja, ja. Maar jullie willen een oplossing vandaag doen. Ja, we willen een oplossing, Gerard. Kijk, ik zit zelf met een probleem. Ik heb ook bankzaken die ik moet betalen. Ik heb al gemest. Het enige wat we wachten is, onze compensatie betaalt ons uit, zodat we een beetje kunnen ademen, toch? Ja, ja. Ook een beetje kunnen ademen. U had me een brief laten zien, van waar uw naam staat, dat u kunstmest hebt gehad. Maar in tegenstelling... Ik heb nooit mes genomen. Je hebt nooit mes? Nooit. Maar uw naam staat erbij u mes heeft. Hoeveel zakken mes? 27 zakken op 9 hectare. Van u? Ja. Maar u heeft die mes niet? Nooit. Dus die man wat ramat ik het op u niet? Nee man, na vervoeren, die man vijf vervoeren, aan vervoer mee man. Maar u doet aangifte ofzo? Ja, ik ga aangifte. Ik ga op bureau, quarantaine. Ik ga LVV. Mais moi, accès de mon nom, next, non, papier, next, de mon nom, mais quand c'était pour un précis, mais handtekening, de opsouma pour un mes, de mon nom, en gros, comme il. Ami, il y a des de octo en you. Aïe, en temps, sous ma dera, ça, ning de ça, de mon nom, tek mes. Ok, go check. En die mensen gaan dus dan naar het kabinet van de president, ze worden dus dan ontvangen. Wij gaan niet verder kunnen dan hier. Maar daar hebben wij dus dan ook die informatie voor u gebracht. Ja, we gaan deze live uitzending beëindigen vanuit deze plek. Ze gaan dus dan nu naar boven om dus dan met de president te praten. Na 4 weken. 4 weken terug waren ze hier. En tot nu toe is er geen oplossing in deze zaak van de boeren. Als je zo luistert naar de mensen, dan geven ze aan dat de minister het probleem is. Want de minister komt elke keer weer met andere cijfers. En mensen die niet gezaaid hebben of ingezaaid hebben de afgelopen 5 jaren, hoor ik hier. Dat die mensen dus dan ook gewoon mes hebben gekregen. Andere mensen hebben mes, tenminste hun naam komen voor op de lijst van mensen die mes hebben gehad. Maar ze hebben niets gehad. Allemaal corruptieve zaken uit deze hele zaak. Maar we blijven het volgen. We hopen dat na het gesprek met de president wat oplossing komt. Laat me dit van zeggen. Ook krijgen we geruchten doen de ronde. Tenminste, de boeren hebben dat net ook gezegd. Dat de president zaterdag naar Nikeri zal gaan. Voor een opening van... Hoe met goed het gaat om een project dat geopend zal worden of opgeleverd zal worden. En de president gaat dus dan naar Nikeri. En de boeren hadden gepland om tijdens dat moment barbarie te maken en een grote protest te houden. En naar wat die boeren mij gezegd hebben, is het zo dat de president dus dan nu de oproep doet, zodat ze naar de stad komen om hun zaken te regelen, want ouw bos satra. Dus allerlei dingen hoor je. We weten niet wat klopt en wat niet klopt, maar deze informatie heb ik rechtstreeks van de boeren zelf vanochtend. Maar goed, wij gaan eruit voor wat deze live uitzending betreft. Ik ben Gerald Harderwijk. Later meer informatie via deze zender. Om 12 uur komt de directie van AZ met een persconferentie. We gaan die proberen te brengen. En om 12:30 meer update over Saramaka Kanaal. Want er gebeuren nog heel veel. Gerald Harderwijk is de naam. Roberto Ormskerk, tot later.